Heb je het verkiezingsprogramma van de PVV al gezien? Nee, nou, ik zag heel diagonaal even een stukje over onderwijs, maar vertel. Nou ja, het is in ieder geval uit Europa. Ik heb het nog niet kunnen lezen, maar ik geloof ook niet dat het nodig is. Uit Europa? Eruit stappen, euro weg. Ja, dat vind ik krankzinnig. Het is alleen maar uit Europa en dat is echt het stomste wat we kunnen doen. Dat is een beetje een standpunt van, en wij zijn bovendien voor wind mee op alle fietspaden en gratis bier voor iedereen. Geert doet het om bijvoorbeeld te zeggen, we moeten teruggaan naar de gulden. Dat is een sprookje, meneer. Als je uit Europa wil, Europa wat gaat over 80% van ons inkomen komt uit, 70% komt uit de export en daar weer 80% van komt uit Europa. Dus je gooit een enorm grote verdienmotor voor Nederland weg. Geert is een sprookjes vertellen, een verhalen vertellen en erger nog, hij gelooft in zijn eigen verhalen. Als je dat serieus wil, dan komen we denk ik niet zo heel ver. Zijn jullie bereid om met de PVV te regeren? Nee, nooit. De kans dat de SP met de PVV gaat regeren is ongeveer even groot als dat Ajax en Feyenoord gaan fuseren. De PVV en de Partij van de Arbeid hebben niets met elkaar te zoeken. Maar we sluiten niemand uit. We moeten er dan altijd nog achter. Ja, je weet het. Je moet de politiek in. Wil je een lidmaatschapskaart? Nou, ik twijfel nog even, denk ik. Ik kan er wel zeggen dat op het punt van Europa onze ideeën behoorlijk afwijken van de PVV. Wij gaan met iedereen praten na de verkiezingen om uiteindelijk zoveel mogelijk van onze programmapunten binnen te halen. We zouden zo graag weer zo'n leuk congres willen zien. Ja, dat kan ik me voorstellen. De grote baas dumpen via Twitter, dat kan toch helemaal niet? Maar waar heb je het dan over? Ja, meneer Kortenhoef en meneer Hernandez. Hoe is dat via Twitter gebeurd? Gewoon op Twitter. Vanaf vandaag deel ik u mee dat we per direct opstappen met z'n tweetjes. Dat is een hele eigen stijl. Hij is gedumpt via Twitter. Meneer Wilders, hoe komen we toch dat er achter elkaar maar mensen opstappen? Want sinds 2010 over het hele land door zijn er al meer dan 12 opgestapt. Mag ik door? Ja, ik wil ruimte wensen. Meneer Wilders, ja. Hoe komt dat toch? Wil u me niet aanraken? Oh, sorry, dat ging ongeluk. Maar kunt u mij wel vertellen waarom dat komt? Wie zijn die andere vijf nou die weg zullen gaan? Nogmaals, daar wil ik het graag bij laten. Hoort u daarbij? Hoe is het met u bij de PVV? Geen commentaar. Blijft u wel? Wie zijn die andere vijf toch? Maar hoe komt dat dan? Nou, dat vind ik wel een beetje jammer dat u nu even geen antwoord geeft. Hoor ik nou, ben jij de volgende? Nee, weet toch even hoe is er nou gebeurd? Ik zou niet weten. SMS'en is normaal, kan ik u zeggen. Dat ja, u dumpt meestal per sms? Ik dump helemaal niets. Maar dit zijn al de zoveelste die vertrekt. Ja goed, misschien een beetje nerveuzer voor de lijst. Ja, denk je dat dat het is? Denk het wel. Herkent u de kritiek? Wie zijn die andere vijf? Niemand. Hoe is dat nou allemaal gegaan vandaag? Ik ben even... Het ging via Twitter. U heeft iemand gedumpt via Twitter. Dat is toch een beetje raar? Zo gaat dat soms. Het is toch gewoon, ik had dat niet via een DM'tje gekund. Vindt u het erg? Ik wil u helemaal niet te woord. Maar wie zijn die vijf anderen dan? Kunt u toch wel wat over kwijt? Maar heel kort nog. Nou ja, goed, er is stop tot aan. Maar waarom wilt u niet even commentaar geven wat u gedaan heeft vandaag? Want dat is een heel... Ik heb geen interview toegestaan. Nou, ik wil gewoon even wat vragen. U treedt zelf zo naar buiten op Twitter. Dan is het toch helemaal niet raar dat ik even wat vraag? Het is niet toegestaan hier rondlopen. Wie zijn nou die andere vijf die op punt zijn om weg te gaan? Ik ga daar niets over zeggen. Maar je weet het wel. Nou, ik weet het niet zeker. Weer wel een vermoeden dus? Natuurlijk, iedereen, u ook. Of camera?